Old MacDonald is ook een heel bekend liedje. Komt eigenlijk van Amerika. En we gaan onze handen op deze manier zetten. Mijn duim is op de re. En al mijn vingers komen daarbij. Mijn linkerhand is mijn duim ook op de re. Ik heb mijn beide duimen zijn op de re. Ik moet in het liedje wel even verplaatsen. Je moet goed kijken, als er een cirkeltje staat rond de vinger, zoals op deze plaats, dan moet je op een andere noot gaan. Dus bij dat cirkeltje moet je eigenlijk naar de C met je pink springen. Dus dat zal even uitkijken. Ik ga het dus heel traag spelen. Ik spring. Het beste wat je doet om dat te oefenen, is één hand spelen eerst. Dus we gaan even enkel de rechterhand oefenen. We beginnen met de sol, met de vierde vinger. Duim op de re. Tweede vinger. Duim. En nu ga ik dus naar deze noot moeten springen. Zo. Vier, vier, drie. En ik ga terug naar mijn re. En terug een vierde vinger. En ik spring weer naar de C. Dan komt er een gemakkelijk stukje, want het zijn allemaal dezelfde noten. En dan wat verder. En nog wat verder. Nu pak ik terug mijn 4. Spring naar de C. Oké, wat doet de linkerhand? Daar heb ik de lage pink op de sol en dan de derde vinger hier. En ik speel die twee noten samen. En dat zal in het begin niet zo goed lukken, dan zal je vaak moeite hebben. Dat komt misschien omdat je handje te veel zo gaat staan. Dus probeer een rondje te maken met je hand, dat je pols goed recht is. En dat je hier zo een kleine ronde hand maakt. En je vingers zijn ook allemaal een beetje rond, die zijn allemaal zo geplooid. Dus niet zo. Maar wel zo, echt zo. En dan kan je heel mooi samenspelen. Dan ga je zien, dat gaat beter lukken dan zo. Oké? Dan komt deze noot. Dan deze noot. Dan deze noot. De tweede lijn is eigenlijk hetzelfde. En dan ga ik eigenlijk mijn andere hand nabootsen. Hè. En dan weer hetzelfde. Dus de linkerhand is vaak hetzelfde. Maar oefen wel heel goed met je handen apart. Dus begin niet meteen samen te oefenen, want anders gaat het een beetje moeilijk zijn.